Zit je goed? Bob, allereerst, hoe is het met je? Want jij hebt een sportschool, die heb je moeten sluiten. Kan je nog wel allemaal het bolwerken? Nou, ik zei alleen horror. Ik viel van een werkweek van 8 dagen, want wij zijn 7 dagen in de week open en alle klussen eromheen nog. Dus ik viel van een werkweek van 8 dagen, viel ik samen met mijn vrouw opeens terug naar helemaal niks. Dus dat is sowieso al een afkikverschijnsel. Ja, en dan alle rompslomp die je krijgt. Ik betaal bijna 5000 euro huur in de maand. En de maand is altijd zo voorbij. Ja, hoe ga je dat regelen? Moet je die gewoon doorbetalen zonder dat er geld binnenkomt? De belasting. Ik heb vorig jaar net een huis gekocht, een hypotheek. Gelukkig ben ik vrij creatief en heb ik alles wel kunnen regelen. Maar ja, goed, die klap komt dan niet nu. Hè? Dus ik sta nu op niet betalen, om het maar even zo te zeggen. Maar ja, die klap die kan. Ik moet het wel betalen. Ja, en dan kan ik die klap dan handelen. Ja, dus grote zorgen. Hele grote zorgen. En gelukkig hebben wij een klantenkring die ons heel trouw blijft. Hè? Want ik kan niet verwachten van de klant dat zij dat ik gewoon door kan incasseren. Hè? Dat kan ik niet verwachten. Dus ik heb er hele nette dingetjes over op Facebook. Op onze site geschreven. Dus om onze klant wel tegemoet komen. Ben je zelf wel gezond? Gelukkig wel. Ja, ik ik hoop dat ik dat ook blijf. Ik zou je zeggen, in het begin alleen was ik er een beetje, ik wil niet zeggen laconiek, maar ja, heb ik eigenlijk zoals iedere Nederlander er een beetje in stond volgens mij van, het zal allemaal wel meevallen, het is even een wind die overwaait. Maar ja, het komt heel dichtbij. Mensen in mijn naaste omgeving hebben het ook. Een hele goede vriend van mij, een gezonde militair uit België. Een gezonde gozer, ja, die heeft het ook opeens te pakken. En ja, de ene gaat er wat slechter doorheen dan de andere. Ja. Ik hoop, I cross my fingers dat ik er buiten blijf. Zeker. En is het dan niks voor jou om video's op te nemen, online lessen? Nou, ik zou je zeggen, alleen daar heb ik naar gekeken. Ik heb ook naar anderen gekeken, hè, online lessen. En als ik zie, en ik wil, iedereen doet het op zijn manier. Hè. Ik wil niet negatief over andere mensen praten, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar dan sta je daar. Ja. We gaan even naar John Jones. Die heeft zich weer eens misdragen. Die is wederom gearresteerd. Ben je daar eigenlijk nog verrast over? Ja en nee. Kijk, aan de andere kant is die man gewoon een paardenlul. Klaar. Dat is duidelijke taal. Kijk, als je zo goed je centen verdient, hè, en je gaat het risico lopen door dit te doen, door je baan en je hele carrière weg te gooien, ja, dan ben je voor mij gewoon, ja, dan mis je een stukje. Dan ben je wat zwakker begaafd, vind ik, dan ander. Ik ben geen psychiater, hoor. Maar, nou, wel bijna. Dan kom je bij mij een beetje zwak begaafd over. Ja. Ja, dat is toch gewoon een hele domme, huge domme set. Daarbij ook dat je het gewoon, dat je een nog grotere paardenlul, dat je het doet, dat je het risico loopt om iemand dood te rijden of whatever, weet je wel. Ja, want even voor de duidelijkheid, hij is gearresteerd vanwege rijden onder invloed. Ja. Hij had geloof ik een pistool. Dat is eigenlijk allemaal nog erger dan met je dronken kop met een pistool in de rond te rijden. Dat is eigenlijk nog erger dat je in de hand van het baasje bijt, want dat heeft hij min of meer gedaan. Want hij, als Dana White nu een stempel wil zetten, weet je, of nu een voorbeeld wil stellen, dan moet hij hem er gewoon uitgooien. Oké, dat is duidelijke taal. Ja. Wegwezen. En ook niet meer terug laten komen. Kijk, heel veel mensen en heel veel kinderen en heel veel die zetten dat soort mensen op een voetstuk, hè, worden een voorbeeld voor hun. Ja, en dan geef je dit voorbeeld. Ja. Kijk opent je ogen. Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.